Hey, morgenmiddag, op deze woensdagmiddag. En welkom bij een nieuwe weekvlog. Ja, zijn we in de keuken. Ga pasta saus maken. Ja, dan ga ik even iets liggen. Ijshockey zet op, want het is kampioenschap. Dus dan ben ik even tussendoor aan het kijken. Maar het is hakken en snijden en... Oh jee, moet niet zo. Oh fuck. Maar goed, rastage, nieuws vrij, rond werk. Chill modus. Dus, aan de keuken in. Sta ik al. Een hele goede middag op deze. Het is donderdag toch? Ja, donderdagmiddag. Hoe laat is het? Kwart voor vier. Mooie tijd om de vlog te openen. Lekker bezig. Dus deze meid is ook thuis. Koekoek. Voilà. Dus eten koken. Gewoon standaardje. Maar goed. Vanmorgen de druk gehad om de vlog te openen. Afspraak gehad. Die echt gewoon. Ja, ik zou het je met liefde willen vertellen. Werkelijk waar. Maar ik kan er niks over zeggen. Met gewoon groot worden nergens op sloeg. Ja, het sloeg gewoon werkelijk nergens op. Het was een gesprek op school en ik mag het niet zeggen, er bestaan kansloze mensen op de wereld, maar het sloeg werkelijk alles. Ja, nou formuleer ik het toch netjes of niet? Nee. Sorry, ik ben ook niet perfect, echt niet. Niemand is perfect, maar dit sloeg echt de spijker gewoon. Maar goed, nou, was hou op. Gaat helemaal stuk. Ja, ik ga echt stuk. Oh my god. We gaan het jouw keer. Maar goed, daar gaan we het verder niet over hebben. Mijn batterij knippert, ziet er niet uit, zie ik. Dus ik ga eten koken en misschien zie ik jullie later nog. Dus. En ik heb een vers tomaatsoepje, vers basilicum. Lekker. En nee, dat zijn geen theezakjes, dat zijn kruidenbeltjes. Nou, wat ga ik thee in je soep? Dat werd vorige keer gevraagd. Zijn het theezakjes? Nee, het zijn kruidenbeltjes. Super lekker. Geen 0-0. Wat staat Lars? 2-0. Hi Lars! Weet je niet. Zat er Peter achter de bankkaart? Lars, de stand? 8-0. Ga ik top. 1-0-0. Dank u. 311. Ik heb het allemaal over. Bijna 9-0. Bijna.
Goedemorgen, het is zaterdag, zoals gewoonlijk, met deze chick op stap. Yes. Weer in Delft, zoals gewoonlijk. Boodschappen doen, kruidvat. En met gierenballen naar huis. Toch? Ja. Ik voel me niet echt fit. Volgens mij krijg ik griepleurs. Dus leuk, gezellig. Hè? Ja. Zullen we een hamster kopen? Ja. Voor je vader? Nou, ja. Nee, voor mij. Ja, oké. Okay. Als een geintje, we kopen geen hamster. Oké, we gaan boodschappen doen. En vandaag op het menu. Satay ajam, homemade. Lekker makkelijk. Broodje bij, top. Pindasaus en eten. Een hele goede morgen. Het is zondag. Het regent. En ik moet eruit zo. Wat dan? Haar gedaan. Ik heb gedaan. Aangekleed. Top. Niks meer aan doen. Vandaag de planning. Boodschappen en koken. Meer niet. En misschien nog een uurtje slapen. Ik weet het niet. Niet veel in ieder geval. Het is ook niet echt lekker weer. Dus het is niet zo van kom, we gaan er even lekker uit. Nee. Kijk door. Dus dat ga ik even doen. Boodschappen. Bye. Zo, ik vond het wel eens even tijd voor een bedmomentje. Ja. Ook wederom deze vlog is er nog. Net zoals de eerste vlog. Ik kan nog niet even een bedrijf vinden. Ik lig even in bed, wat nog niet op is opgemaakt. Ja, half. Maar Rome is weg met Nia. Dus ik moet even rusten. Want volgens mij ben ik weer de lul en krijg ik de griepleurs. Yes. Dus dan was ik met de kamer bezig. Ik dacht, ik blijf even een dinsje eten van Nia. En daarna gaan ze naar de ijsbaan. Gaan ze gaat zelf. Met mijn oog. En verder is het gewoon lekker makkie aan. Dus ja. Jeetje man, het is alweer 13 januari. Het gaat hard. Echt heel snel. Maar ja, goed. Dat weten we. Laat het maar gauw maart zijn. Dan ken ik weer voor mijn tattoos. Waar het ontwerp al voor klaar is trouwens. Hij is echt heel mooi. En ik heb altijd gezegd van ik doe geen kleur. Maar hier zit wel iets van kleur in. Ja, dus ik ben benieuwd. Ik kan niet wachten. Twee afspraken in maart. De 11e en de 19e. Want Nia zou de 19e gaan, maar ik pik die afspraak. Zou verder sparen voor para-jumperjas. Dus dan neem ik hem. De tato afspraak, niet die jas. Dat hoeft niet. Dus ja, verder heb ik eigenlijk niet veel bij te kletsen. Nou ja. Ik probeer langzaam weer een beetje in het ritme te komen van schoolwerk en... Ja, ik kan het nog gewoon niet bedrijf vinden. Zowel niet met vloggen als met dagelijkse dingen, zeg maar. Ja, dat is best wel een dingetje. Want als ik uit mijn routine ben, dan is het chaos. Maar goed, komt goed. Ik heb er alle vertrouwen in. Ja, naar mijn lichaam nog. Ja. Ja, dat zal wel niet anders zijn dan 2019. Ik denk dat 2020 gewoon weer struggles zijn. En ik denk dat 2020 voor mij wel wat zwaarder wordt lichamelijk dan 2019. Met name ook omdat mijn vitamine D weer gedaald is natuurlijk. Ja. Maar goed. Komt goed. Onkruid vergaat niet, zegt mijn moeder altijd. Zijn mijn moeder altijd. Dus. Nou, ik ga even mijn programma's terugkijken. En nou, dan ga ik maar weer de keuken in. Bami bakken, weet je wel, dat lange proces en ja, dus dood. En als ze niet meiden eten tosties. Lekker makkelijk. Maar goed. Hoe was jullie eerste en tweede week? Nou ja, bijna tweede, nee, hoe was jullie eerste week, januari? Ik ben benieuwd, heb je ook opstapproblemen of loopt alles gewoon onvliek door? Laat me weten. We hebben een bak bami en saté. Komt goed. Een hele goede morgen. Het is weer maandag. Same shit, different day. Boodschappen doen.
huis doen, mijn nest in en verder lekker zagrijnig zijn. Goedemorgen. We gaan eten maken. Ik eet nog 2 gebakken eitjes hierbij. Nee, 2. 6 eieren. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 14 januari en ik open de vlog vandaag omdat mama niet lekker is, die is ziek. Dus daarom open ik de vlog nu. Dinsdagmiddag en ik loop eventjes in de hoofd, want ik moet wel eventjes naar snoepwinkeltje toe. En naar het Kruidvat met mijn zieke griepharsjes. Het mag wel zo ziek als een hond zijn, maar dan moet wel gewoon gegeten worden. En groentjes en kip. Zo, ik ben daar. Vrij nieuw. Oh, ik kan me niet zo woord voelen. Echt. Ik ben natuurlijk al 24/7 aan het spugen en aan de diarree. En dat is nu echt alleen maar erger. En ja, ik ben het hoog nodig aan vocht kwijt. Vet had ik al niet. Dus gaat top. Nee. Maar goed, ik denk ik ga toch de vlog afsluiten. Het is niet veel geweest. Mijn kop stond er gewoon echt niet naar. Ik ga proberen te editen. En dan ga ik proberen te douchen. Want elke stap die ik zet is gewoon beton. Dan ben ik zo. Maar goed, welkom in de griepwereld. Ja. Ik heb vandaag wel een rapportgesprek gehad bij Rochelle op school. En ik heb gewoon een modelkind. Met super goede cijfers. Gaat ze een blogpost over maken trouwens. Komt denk ik zaterdag of zondag online, denk ik. Ja, dus daar ben ik wel super trots op. Nieuwtje is ook ziek. Dus ja, zit allemaal lekker in de lappenmand. Ja, maar goed. Ik ga afsluiten en ik zie jullie volgende week woensdag weer. En niet ziek worden. Want het is echt niet te doen. Doei doei.